Zaterdagavond kwam Ajax op bezoek in de Goffert. De wedstrijd ging verloren voor NEC. Het werd 1-5 voor de Amsterdammers. Na afloop vingen we wat reacties. Ja, Peter, de wedstrijd was na 8 minuten over. Ja, twee tactische foutjes. Eén keer met Traoré draaien laten en de tweede keer was Piki balverlies en omschakelen. Maar het was ook te weinig agressiviteit aan de bal. Ajax was veel sterker als wij. En kijk je dan heel makkelijk over deze wedstrijd heen naar volgende week, naar Enschede? Ja, we zitten in een situatie dat je niet te lang kan rouwen. Want als je gaat rouwen, dan kunnen we net zo goed inschrijven bij Jupiler League volgend seizoen. Met alle vertrouwen voor in ieder geval lijstbehoud zonder na-competitie? Ach, daar denk ik helemaal niet aan. Ik denk nu aan Twente Enschede. Ne? Dat is ja, Twente is ja niet Ajax. We spelen natuurlijk Enschede en daar moeten we laten zien. En als wij ja, niet in de na-competitie willen, moeten we ook daar proberen punten te pakken. Om gewoon eens positief te beginnen. De vechtlust die is er nog steeds na een snelle 2-0 achterstand. Ja, tuurlijk. En nog iets positiefs, dat de supporters ook nog achter ons blijven staan na 5-1 nederlaag. En, ik denk dat het de lichtpunt is van vandaag. Tomorrow we will do regeneration and then we will prepare for the next game. I don't know how the training will be, but just preparing and mentally we have to prepare now and because it's we said it was finals before, but now it's really four finals and now we need men, not boys. Het veldspel tegen Den Haag, tegen Groningen, is gewoon prima bij vlagen. Alleen je beloont jezelf niet. Nee, ja, vandaag hebben we sowieso een ander tegenstander. Je weet dat ze door de week nog een wedstrijd hebben. Je weet dat zij willen forceren in de eerste 30 minuten. Ja, en als je er ook een beetje meer gaat werken, dan wordt het wel makkelijk voor Ajax. En hoe is het met de blessure van Durenstam? Komt die nog terug? Ja, die idee is eigenlijk in 1-2 weken. Also we hebben zo'n beetje aangepeeld Twente. Dan moeten we kijken hoe het in deze week gaat. Bedankt voor je tijd, Peter. Ja. Dankjewel.